van de Amsterdam Winnershow 2014. En op de derde dag van dit showweekend. We zijn vrijdag begonnen met de Holland Cup. Gisteren hebben we de eerste dag van de Amsterdam Winner gehad. En de Youcanoe World Challenge. Het was een fantastische avond met meer dan 1500 toeschouwers rondom de ring. En nu gaan we genieten van het ereringprogramma vanmiddag. We krijgen zometeen de verkiezing van de beste puppy, de beste koppel, Breeders Group, beste veteraan en een aantal rasgroepen. Beste van de Nederlandse rassen, het beste junior van de show en uiteindelijk aan het eind van de middag de grote finale. Best in show van de Amsterdam Winner 2014. Ladies and gentlemen, welcome at the main ring here at the Amsterdam Winner Show 2014. We are very pleased with the enormous entry we have for these three show days. On Friday we had the Holland Cup, yesterday the first day of the Amsterdam Winner, and in the evening we had the Youcanoe World Challenge, and today we have the Amsterdam Winner Show and Best in Show. And today we have a full main ring program with several groups to be judged. And of course, around 6 o'clock this afternoon, we have the grand finale, the big best in show. Dames en heren, het is mij een groot genoegen. Want wat zijn we zonder deze mensen die al 3 dagen lang keihard aan het werk zijn. En vooral gisteren hadden ze een hele lange dag van 3 uur tot 8:30 s'avonds. Give them a warm welcome, the ring stewards of the Amsterdam Winner Show, together with the winner ladies. They worked very hard yesterday and also today, and they will take care of the ring procedures in the main ring. Welcome and enjoy your work this afternoon. Ik geef graag het woord aan mijn collega uit België, Jos de Kuiper, die zometeen u van alle nodige informatie zal gaan voorzien. En binnen enkele minuten zal ook Linda Varnikova hier aanschuiven vanwege het Engelse commentaar. Dames en heren, gaat u genieten van het ereringprogramma van de Amsterdam Winner 2014. Dames en heren, ook op mijn beurt heel hartelijk welkom rond deze prachtige erering. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. Mesdames, messieurs, soyez le bienvenu autour de ce ring d'honneur splendide ici au 125e Amsterdam Winner Show. Ladies and gentlemen, I'm very happy to welcome you around this beautiful main ring on the 125th Amsterdam Winning Show. En dames en heren, naar goede gewoonte gaan we eerst altijd de keurmeester voorstellen. En dan stellen we u de rassen voor. En we beginnen met de minor puppies. Maar, it's a real honor to me to introduce you from Slovenia, Mrs. Tatjana Urek. Zo kent u de keurmeester. En binnen enkele ogenblikken krijgen we dan de verschillende jongste puppies, de minor puppies. Tot over een jaar noemde men dat nog de baby's. En ik stel voor, laat ze maar komen. Deze baby's, of deze minor puppies, dames en heren, zijn tussen de 3 en de 6 maanden jong. Anders gezegd, hier ziet u onze kinologische toekomst op de mat lopen. And of course, the different breed, we will help you to recognize them when the judge start the selection. Het is soms erg moeilijk om baby's te herkennen. Ze zijn nog klein, soms lijken ze een beetje op elkaar, de verschillende rassen. En zeker van ver is het niet zo evident om die rassen zomaar te noemen. Maar we zullen u beslist helpen bij het herkennen. Est-ce qu'il y a beaucoup de francophones ici? Quelques-uns. Oké. Dus zal ik af en toe ook een woordje Frans praten.
tussen de 3 en de 6 maanden zijn ze. Laten we even de keurmeester volgen in haar selectie. En de keurmeester, dat is mevrouw Urek uit Slovenië. Ze heeft natuurlijk al een voorkeuring gedaan in de voorkeuring, de pre-judging ring. En vandaar dat het heel wat sneller gaat gaan dan als ze voor het eerst deze rassen zou gezien hebben. So the best minor puppies in the main ring are being presented to Mrs. Tatjana Urek from Slovenia. She's a judge for groups 7, 8, 9 and 10, and she very often judges junior handling. And the selection is? In the selection, the Australian Shepherd. Dan komt de Welsh Corgi. Dan komt de tackle, standaard tackle vermoed ik. En de Rhodesian Ridgeback. Dat zijn er 4, we hebben 4 en dat komt nog bij de Welsh Springer Spaniel. En de Labrador Retriever in het zwart. Dan hebben we er 6. En dan graag uw applaus voor al die prachtige puppies die de ring verlaten. En beslist tot volgend jaar en met al onze felicitaties. So we have an Australian Shepherd, Welsh Corgi, we have a Dachshund, the Rhodesian Ridgeback, Welsh Springer and the Labrador in the selection. Mogen we vragen dat de mensen hier links van mij, beneden aan het podium, alsjeblieft op het podium gaan zitten. Het is onmogelijk zo, de mensen op het podium kunnen niks meer zien. Dus we vragen, er is plaats zat op de tribune, van plaats te nemen op de tribune. Dank u wel. We would like to ask everyone that is standing next to the main ring, please take your seats. There is plenty empty seats that people cannot see through you. Thank you. En dit was de Welsh Corgi. Komt helemaal uit Wales. 2 variëteiten. Men heeft een Pembroek en men heeft de cardigan. En dit is de tackle, de standaard tackle. Het enige hondje dat qua grootte rond de borstomtrek wordt gemeten. En wanneer hij meer dan 35 centimeter borstomtrek heeft, dan is het een standaard tackle, zoals u hier ziet. So after the Dachshund, we would see the Rhodesian Ridgeback moving down and back. Dit is de Rhodesian Ridgeback. Of in het Nederlands noemt men hem ook de pronkrug. En als u straks de kans krijgt, moet u maar eens kijken. Hij heeft echt een weerborstel die gelijk loopt met zijn wervelkolom. De Rhodesian Ridgeback uit Zuid-Afrika. And this is the Welsh Springer Spaniel representing group 8, the Flushing Dogs. Dit is de Welsh Springer Spaniel. Hij komt eveneens uit Wales en meer bepaald uit het noorden van Wales, Snowdonia. En dit is de Labrador Retriever. Hij bestaat in geel, hij bestaat in leverkleur en hier ziet u hem in het zwart. Een heel populaire jachthond en gezelschapshond. And the last of the 6 selected puppies, this is the Labrador. En geef ze nog een applausje mee, dames en heren. Doet altijd deugd.
lap of honor for 6 best minor puppies, all of them up to 6 months of age. And now we will have 3 left for the podium. En de keurmeester zal zo dadelijk overgaan tot het selecteren van 3 van deze minor puppies. En nog even ter info, dit zijn hondjes van 3 tot 6 maanden. En we nemen afscheid van de tackle, eveneens van de Rhodesian Ridgeback en ook van de Wellspringer Spaniel. In elk geval onze felicitaties. And those that are leaving for the podium or staying for the podium are the Australian Shepherd, the Welsh Corgi Pembroke and the Labrador. Laten we de keurmeester nog even goed de honden laten bekijken en goed opnemen. En dan willen we toch wel weten wie nummer 3 wordt. En de derde plaats is voor de Labrador Retriever. En dan blijven er 2 over. De Aussie, helemaal uit Down Under, Australië. Of de Welsh Corgi uit Wales. The third best minor puppy was the Black Labrador puppy. En Gospa Urekova, who is the winner? En de winnaar is de Australian Shepherd. Maar vergeet ook nummer 2 niet, de Welsh Corgi. The second place goes to the Welsh Corgi. And the winner of Best Minor Puppy is the Australian Shepherd. So very soon after the minor puppies, we will find out who the best brace or the best couple is at today's Amsterdam winner show. En zo dadelijk, dames en heren, gaan we verder met de keuring van de beste koppels. Dans quelques instants, le jugement des meilleurs couples. Ladies and gentlemen, let us introduce the judge for best couple, best brace, Mr. John Vauben from the Netherlands. The best couple competition is open for a dog and a bitch that are owned by one owner. And the point is to have the couple that looks the most similar in type. En een koppel, dames en heren, bestaat uit 2 honden. Maar dat had u zelf ook kunnen vinden, vermoed ik. Maar van beiderlei kunnen, anders gezegd, er staat een reu en een teef in deze ring.
Mr. John Vauben is a judge since 1989, and the first breed he was judging was an old English sheepdog. He's now also serving as the vice president of the Dutch Kennel Club. Laten we even de selectie van de heer John Wauben volgen. En we krijgen de Shetland Sheepdog, de Tackle Scotar, standaard Tackle Scotar. En de Saros Wampot. So the three selected couples, we have the standard smooth Dachshunds, we have Shetland sheepdogs, and we have a couple of Saarlos wolf dogs. This is the Dutch national breed belonging to Group 1, the Saarlos wolf dog. Genoemd naar de man die ze gecreëerd heeft, de heer Saarlos. We will have en de collie, we zijn er kleiner, de konijn. Nee. En de number three, the third place for the Shetland Sheepdog. And up on leg or low on leg? How are we going to decide? Number one to the low on leg, to the Dachshund smooth hair of the standard size. Second place goes to the Saarlos wolfdog couple. Even herhalen, dames en heren. Op de derde plaats krijgen we de Shetland Sheepdogs. Op nummer twee de Saarlos wolfhonden. En op nummer één de standaard Tackles Korthaar. The best minor puppy is, we know who the best couple is, and now we will find out who the best puppy of the age 6 to 9 months old is for today, for the 125th edition of the very important Amsterdam Winner Show.
Dat waren, dames en heren, de koppels. En zo dadelijk gaan we verder met de keuring van de puppies.